Hey allemaal, welkom bij een gloednieuwe Bytopia aflevering van het Pay2Win account-serietje. Aflevering 2 inmiddels. Ik heb natuurlijk de vorige aflevering crates geopend bij de loot crates bij Danny. Ik heb mijn inventory vol. Het is nou 3 dagen wachten tot ik de volgende stap kan doen. En we gaan zo meteen ook gaan wij in de lobby kijken wat we met de gekochte crates allemaal kunnen. Natuurlijk heel veel crates die we daar kunnen openen. En ik hoop natuurlijk op extra lucky shards, want het scheelt weer. Voor deze aflevering ga ik niet dingen betalen, niet dingen aankopen, want we hebben nog genoeg. En in-game staan we in Atlanta in één keer. Ben hier helemaal naartoe gehold. En ik sta hier samen met Jetsen. Hallo Jetsen. Hallo. Ja, jij weet dus bij deze officieel dat ik dit ben. Maar je hebt van mij verboden gekregen dat je mij dingen geeft. Je mag mij niet matsen. Maar je hebt wel een belangrijke taak van mij. Ik heb natuurlijk te weinig tijd om alles te gaan verkopen bij mensen als Minecraft naam, Bas en al die winkeltjes en dergelijke. Dus jij gaat voor mij proberen dit te verpatsen. Ik heb allemaal hele prachtige mooie kleertjes. Er zitten ook wat zeldzamere dingen tussen. Ik ga ze allemaal naar jou toe droppen. En jij gaat proberen zoveel mogelijk daarvan te verkopen, zodat ik zo snel mogelijk geld heb. Want ja, ik heb natuurlijk geld nodig voor een dik huis, voor 1 of 2 plotjes. Ik wil in Atlanta wonen, ik wil in Greydale wonen, ik wil overal wonen, want mijn level moet natuurlijk zo snel mogelijk omhoog. Waar denk jij dat het meeste geld gaat zitten uiteindelijk? Waar ga ik het meeste uithalen? Want je bent een beetje op de hoogte van de serie, van Pay2Win account, kunnen we level 40 worden in een week? Ik denk het zelf niet. Wat denk jij zelf? Gaat dat lukken? Binnen een week? Ja, moeilijk. Nou ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook wel. Ja. Elitraatje erbij, zo. Hoop ik natuurlijk trouwens ook voor de kijkers thuis over een paar dagen hoop ik van Jetsen te horen. Weet je wat, je krijgt deze er ook nog wel bij als je er ruimte voor hebt. Hoppakee, hou ik dit setje aan. Ja, heb ik. Denk je dat een schild nog wat oplevert? Of niet zo? Ja, unbreakable wel. Hij is unbreakable. Ja, die zijn nog. Sommige mensen bieden er best wel veel nog. Wat krijg je ervoor? Ik denk rond de. Jawel, 3.000. Oké, ja, willen we hebben. Want we moeten natuurlijk naar de 50.000 om 2 huizen te kunnen kopen. 1 in Greydale, 1 in Atlanta. De boodschap is duidelijk. We houden even contact met elkaar, Jetsen. Succes met een gigantische bak aan geld te krijgen. Ik zal het proberen. Niet matsen. Dus niet zeggen dat het voor mij is of iets dergelijks. Dat mag absoluut niet. Mensen die dit kijken, jullie kunnen niet meer naar Jetsen toe gaan. Heel belangrijk. Maar Jetsen, ik wil het kopen om mij te helpen. Want op het moment dat deze video online staat, is alles al weg. En is de serie al lang opgenomen. En dan heeft Jetsen ook als goed is niks meer te koop. Ik wens je alle succes in ieder geval, Jetsen, met dit endeavor. Mag jij lekker weer muten? We spreken elkaar over een paar dagen wel even. Ik ga namelijk naar de lobby toe. Want we hebben natuurlijk veel geld uitgegeven. €680 op dag 1. Ja, dat betekent dat we nu in de lobby ook een aantal dingetjes moeten doen. We hebben hier nog niet heel veel lobby XP, zie ik trouwens. Laden, kom op. Maar wat we nog wel moeten doen is heel veel crates openen. We hebben Legend crates, we hebben Economy crates. We kunnen zelfs kijken wat er in de PvP crate zit. Heb ik deze al geopend? Die heb ik al geopend. Oké, we gaan lekker naar deze crates toe. Hoeveel normal crates hebben we? 20, alsjeblieft zeg. We hebben, oh my god. What the fuck, hoeveel levels heb ik? 6 lobby levels. Netjes. We hebben 8 van deze. Weet je wat, we doen de PvP er ook al bij. We hebben echt veel te veel. Lobby levels. Ja, XP. Chatkleur donkerrood. Komt u maar binnen. We gaan van alles openen, jongens. Gewoon zo snel mogelijk levels erbij. Helemaal mooi. Want dit zorgt uiteindelijk ook voor het pay-to-win aspect volgens velen. Dat je gewoon een hoger level bent en constant dit soort crates kan openen. 3000 lobby XP. Och, jongens, dit gaat zo lekker snel. Maar of we er echt level 40 geworden in Mytopia. Of staff, wat sommige mensen denken. Die denken, ja, je kan gewoon staff worden als je maar genoeg uitgeeft. Nou, zo werkt dat natuurlijk helemaal niet. Want zodra iemand staaf wordt, dan moeten ze allemaal dingen in Mytopia opgeven. Dus heel veel mensen die goed geld aan de games uitgeven, die willen helemaal niet in staaf worden. Want ja, dan mogen ze niet meer de games spelen die ze zo leuk vinden. Kom maar. We hebben lobby XP, chatkleur roze. Even kijken, / chatkleur. Zeker weten dat we die aanzetten. Yeah, zeggen we dan. Oké. Leuk hoor. We zijn helemaal stacked, jongens. We hebben echt zo ontzettend veel dingen. Nog meer levels. En nog meer levels. Hebben we 3 keer levels? 6 lobby levels, 6. En kijk, deze willen we hebben. 0,75 lucky shards. Dat is eigenlijk waarvoor we het doen. Ah, levels omhoog, nog meer XP. Ik hoop zoveel mogelijk Mytopia shards eruit te krijgen. Chatkleur wit. Lobby levels.
En een halve Lucky Shard. Oké, gaat lekker. Het scheelt allemaal weer geld dat we het niet hoeven uit te geven straks natuurlijk. Nou, ik geef het niet echt uit, maar jullie snappen mijn punt wel. Zoveel levels, oh my god. Oh, en sommige mensen die zouden echt een moord doen. Hier, 9 lobby levels, 8. 3000 lobby XP. Ik heb al 16.000 lobby XP. Ja, ik ga zo meteen denk ik eindigen met deze kreetjes openen. Dat lijkt me een strak plan. Dan ga ik ze gewoon met XP nog even openen, tot ik niet verder kan. Lobby levels. Zoveel lobby levels! Voor mij ben ik echt 150 levels omhoog geschoten of zo. In letterlijk 5 minuten tijd. Ja, man. Kom op, geef iets. Geef shards. Oh ja, ik heb publiek. Acte Jarno, die kijkt toe. We hebben levels. We hebben 1 Mindtopia Lucky Shard. I like it. We gaan nog even verder. En nog meer lovey levels. Oh, Jesus Christ, jongens. Voor mij eindig ik op level 500. Dat kan haast niet anders. Deze. Oké, die gaan we met XP openen. Ik ben al door de legendary crates heen inmiddels. En deze moeten we zo openen. Deze moeten we zo openen. Deze moeten we zo openen. Ik ben ook al bijna door de economy crates heen. Are you kidding me? 6 lobby levels. Kan ik deze nog 1 keer openen? Nee, ik moet resets kopen. Kan ik doen. Again, pay to win account. Ik mag alles doen wat ik wil met kopen. Maar ik denk dat ik... We moeten zo even MT in. Volgens mij heb ik niet heel veel... Hey, mijn beurt, Davy. Mijn beurt. Die Davy die zit gewoon mijn shine te jatten. Fucking Dave. Dave van de W. Nee, ga weg. Mijn crate. Hij denkt van, nee, ik wil ook. Ik wil ook. Hij ziet allemaal dingen hier geopend worden. We hebben lobby XP, we hebben lobby levels. We hebben 21.000 lobby XP. Dat zou genoeg zijn voor de komende 6 weken ongeveer gratis crates openen. Zoiets. Oké, jij zit daar nou. Ik ga deze openen. PvP crate kan ik nu even niet heel veel. Alhoewel, dat is gewoon deze toch? We hebben gewoon een PvP crate gewonnen. We openen de PvP crate en we krijgen een PvP crate. Ik snap hem niet meer. Hoppakee, levels. En hierin zit de laatste. Kom op, kom met Mindtopia. Nee. Ah. Oké, Dave zit mijn shine te jatten bij de normal. Ben ik ertussen? Even kijken. Nee, Dave claimt alles. Goed, dan gaan wij naar MT en we gaan even kijken wat wij precies gekregen hebben. We hebben heel veel lobby XP. We staan op plaats 1, dat is heel fijn. Er wordt al een lootback. Oh ja, dat is van Dave. Dave is de jatterd. Oké, en wat hebben we? We hebben 4,2 Lucky Shards eruit gekregen. Dat is niet verkeerd. Dat is omgerekend, denk ik, zo'n 20, 30 euro ongeveer aan Lucky Shards. Niet verkeerd. Maar vooral die lobby XP en die lobby levels is fijn. We zijn echt van level 180 naar 495 gegaan of zo. Maar natuurlijk... Oh, hier staat het ook. Punt 75. Het wordt allemaal bijgeschreven. Fucking chill. Oké, Jetsen die gaat dus voor alle duidelijkheid voor mij zoveel mogelijk geld proberen te verdienen. Maar hij mag niet zeggen dat het voor mij is, voor mijn serie. Jullie zien de video ook pas als Jetsen het natuurlijk al lang verkocht heeft. Ik heb ondertussen, buiten de opname trouwens, heb ik mijn VOG aangevraagd. Kon helaas niet gelijk deze keer, want het account bestaat natuurlijk al wat langer. Dat houdt eigenlijk in dat ik dus even moet wachten. Ik moet een tijdje wachten totdat ik eigenlijk mijn spulletjes krijg. En misschien is het alvast leuk, want ik kan het nu gewoon zeggen. We gaan met Peter Win account serie gaan we kijken of we inderdaad level 40 kunnen worden in een week. Het betwijfelt mij. Niemand met kennis, Danny, Jetsen, zeggen allemaal, ik denk niet dat het gaat lukken. Maar misschien hebben sommige critici gelijk. Ik kan het wel. I don't know. Een andere optie voor een serie wat we nog zouden kunnen doen is een scam criminele aflevering. Dat we gaan kijken, moeten we een level 10 account hebben of zo? In Atlanta inschrijven, want anders kom je nergens meer binnen. En als we dat hebben, dan gaan we kijken of we mensen kunnen oplichten. Of we de prison in kunnen komen. Dat soort dingen. Wie weet gaat dat wel lukken? Ik weet het niet. Oké, dit is voor mij echt veel te druk. We kunnen eens even kijken of dat ene winkeltje open is. Wat hier vlakbij de Gradle bus zit. Om te kijken of we misschien dingen kunnen verkopen. Kijk, ik zie wel mensen binnen. Hold my beer. Nou, geef maar. Hold my beer. Je bier. Kan jij je trucje doen? Heb geen bier. Weet je wel eens wat zijn naam voor meme is? Memed. Oké.
Ik vond het wel leuk. Nee, in deze winkel zullen we waarschijnlijk een aantal kledingstukjes kunnen verkopen. Sowieso die sportschoenen paars, 0.03. Hij snapt de grap nu pas. En ik heb hier natuurlijk diep roze, branje en old orange. Die zijn wat moeilijker te verkopen, unieke kleding, dat weet ik. Maar weet je, ik denk dat ik dat... Ik wil gewoon een setje houden. En ik vind eerlijk gezegd dit setje wel fucking dope. Zodra wij geld hebben, en dat hebben we nu natuurlijk niet, we hebben 5000. Wat zullen we gaan doen, jongens? Ik heb zelfs een questpas gekocht, maar ik ben daar eerlijk gezegd veel te lui voor. Bezoek het Rio in de Kaap. Haal 50 uur online tijd. In een week. Nee, gaat me niet lukken. Loop 10.000 meter. Gaat me ook zeker niet lukken. Eet 500 donuts. Gaat me ook niet lukken. Drink 100 biertjes 5 dagen achter elkaar. Dat zou wel lukken. Bezoek een rechtszaak kan ook. Deze weten we nog niet. 3000 meter klimmen 5 dagen achter elkaar. Oh my god, nee. Dit is uit het Phil Vendor serietje. Hoe je zo goedkoop mogelijk, eigenlijk voor 5 of 7,50 aan waarde, questpas, hoe je eigenlijk aan 30, 40 euro aan waarde aan Lucky Shards en Lobby XP kan komen. Een Legend Crate kreeg je er geloof ik nog bij. Voor mij was het echt 40 euro, 50 euro aan waarde voor 7,50. Dat gaan we deze keer niet doen. Want we zijn gewoon rijke tatters. We kunnen als we willen nu gewoon 4 Lucky Shards openen. We kunnen ook wachten tot de volgende aflevering, waarbij ik gewoon weer bij de Loot Crate sta en kijken wat we er dan uittrekken. Ik zal maar een of andere fiets eruit halen of een auto. Die kun je gelijk verkopen voor 10, 20, 30.000 euro. Hoe kom ik aan mijn eerste ton? Eerlijk gezegd, ik dacht dat het makkelijker ging. Vroeger misschien, in het begin van de Grey Coins met de Loot Crates, stonden mensen inderdaad in de rij. Kon je iets kopen, had je geldboekjes, weet ik wat allemaal. Is er allemaal uit. Ik denk oprecht dat het niet zo pay to win meer is. We gaan zien waar Jets mee komt. Straks komt hij met 70.000, 80.000 euro. Ik denk het niet, maar het zou kunnen. Ja, dan gaat het misschien wel heel erg snel. Maar het betwijfel me. Ik denk, ik verwacht eerder 30, 40k. Want het zijn veel unieke spullen. Het enige wat we hebben was het Circle Diamond Steel Iron dingetje. Maar als dat 10, 15k oplevert, het is non-enchanted, weet je. Het is geen hoge legendary. We gaan het allemaal zien. Als jullie het ook willen gaan zien, dan zullen jullie het pay-to-win account serietje dingetje moeten volgen. Aflevering 2 was dat natuurlijk vandaag, waarbij we de lobby crates hebben geopend. Minder uitgekomen als ik dacht. Ik dacht echt, daar krijg je 10 lucky shards uit. Maar het was heel veel lobby levels. Niet verkeerd natuurlijk, want voor gratis spelers is het super chill als je een hoog level hebt. Want ja, dan kun je natuurlijk vet makkelijk gratis crates openen. Dat is natuurlijk altijd fijn. Maar voor mij, het gaat me puur om MT. En ik weet nou al dat ik mijn geld beter niet kan proppen in het aanschaffen van lobbycrates als je specifiek één game speelt. Speel je heel veel games? Of wil je gewoon een heel erg hoog level op de lobby, dat het gewoon fucking cool is? Is ook cool. Ja, dan zou ik het wel doen. Maar ik denk dat ik de volgende keer gewoon dubbele 2x20 Lucky Shards ga kopen. Wat dacht je daarvan? En dan gaan we kijken of we er wat 12 epic crates of zo kunnen doen. Ik weet niet of het mag. Maar we gaan het in ieder geval proberen. Ga gewoon in de rij staan en we zien het wel. Mensen, bedankt voor het kijken. Als jullie deze serie leuk vinden. En als jullie heel graag een scam-serie willen zien. Die ik ook van tevoren opneem. Zodat mensen niet gaan interfereren in de video. Omdat ze weten wie ik ben. Laat het vooral even achter in de reacties. Dan ga ik daar misschien gelijktijdig bij deze serie gewoon mee beginnen. Dat mensen echt waar geen flauw idee hebben wie de fuck het is. Want als iedereen deze video ziet. Dan weten ze natuurlijk dat ze voor een scammer moeten oppassen. In de startsteden die waarschijnlijk laag level is. En dat kunnen we ook niet gebruiken. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Vergeet niet te abonneren. En zie jullie graag de volgende keer weer. Hopelijk dan met nieuws van Jetsen. En met een nieuwe geldinjectie. Ik denk 300-400 euro aan Lucky Shards. Dat gaan we doen. En we gaan kijken of we er wat aan hebben. Bedankt voor het kijken jongens. Tot de volgende keer. Doeg!